Kickboksen is populairder dan ooit. De nieuwste UFC-game ontvangt overal lovende kritieken. En nu komt Electronic Arts met Fight Night Round 4. Geen pushpas, geen woeste trappen en geen ingewikkelde grepen. Gewoon lekker klassiek uithalen met je vuisten. Fight Night Round 4 komt niet bepaald uit de lucht vallen. Aangezien voorganger Round 3 de serie een paar jaar geleden al definitief op de kaart zette. Die game deed dat toen met prachtige graphics, diepgaande gameplay en de kunst om een vuistslag pijnlijk overtuigend op je beeldscherm te toveren. Sindsdien kwam er nooit een betere boxgame uit en het is nu aan deel 4 om de lat weer een stukje verder omhoog te boksen. Om zijn voorganger voorbij te streven, probeert Fight Night Round 4 de sport nog realistischer in beeld te brengen. Zo zijn de boxers niet allemaal meer even lang en varieert het bereik van hun slag. Zet de lange Muhammad Ali tegenover de veel kleinere Iron Mike Tyson en je ziet wat we bedoelen. Terwijl Ali zijn tegenstander op afstand houdt met lange uithalen, moet Tyson juist tegen zijn tegenstander aankruipen om zijn krachtige korte slagen überhaupt te laten aankomen. Hierdoor zijn gamers niet alleen afhankelijk van statistieken, maar kunnen ze zichzelf ook onderscheiden via verschillende speelstijlen. Om er zeker van te zijn dat de verschillende speelstijlen ook allemaal even goed werken, heeft EA ervoor gezorgd dat de physics van het hoogste niveau zijn. Een goede jab kan de ene keer vol raak zijn, terwijl precies dezelfde uithaal een andere keer net langs het gezicht van je tegenstander glijdt. En zelfs een verdedigende houding houdt niet alle klappen tegen. Soms heeft je tegenstander gewoon mazzel en schiet zijn vuist onder je blok door. Oneerlijk? Zeg dat maar tegen de boxers die op deze manier zijn neergegaan. Jammer genoeg brengt deze nieuwe invalshoek ook een nadeel met zich mee. Veel klappen lijken namelijk zachter aan te komen dan in eerdere delen. In plaats van een vol treffer glijden bokshandschoenen te vaak langs het gezicht van je tegenstander. Het is absoluut realistisch, maar het is wel minder spectaculair. Het gevoel dat je daadwerkelijk in de ring staat wordt versterkt door de besturing. Die is namelijk behoorlijk waarheidsgetrouw. Het rechterpookje op je controller moet je zien als het lichaam van je bokser. Draai je van rechtsonder een half rondje naar voren, dan geeft je rechterhand een hoek. Een draai in tegengestelde richting levert een linkerstoot op. Op deze manier zitten alle slagen van harde hoeken tot strakke jabs en dodelijke uppercuts intuïtief onder één pookje verstopt. Een aantal andere knoppen laten je wegduiken, tegenstander uitdagen of een illegale kopstoot uitdelen. Maar het realisme houdt niet op bij alleen de besturing. De game geeft je namelijk de mogelijkheid in je eentje een hele carrière af te werken. Inclusief titelgevechten, trainingen en de mogelijkheid om je eigen bokser te creëren. Als kers op de taart heb je natuurlijk al gezien dat deze game niet alleen realistisch speelt, het ziet er ook nog eens enorm overtuigend uit. Eenmaal gewend aan de fantastische besturing en de physics van deze game, ga je volle bak aan de slag met een van de meest realistische boxgames ooit. Zo realistisch dat je klappen jammer genoeg lang niet altijd aankomen. Vanwege de diepgang en verschillende speelstijlen zullen potjes tegen getrainde vrienden echter nooit vervelen. Fight Night Round 4 stapt de ring in en doet wat het moet doen. De titel veroveren van zijn voorganger. Welke concurrent durft hier nu nog tegenop te boksen? De game krijgt van ons een dikke 8.